Dag beste wielliefhebber, we hebben weer een nieuwe podcast en vandaag hebben we echt een top ex-prof bij ons hier te gast, waarvoor heel veel dank. Dus ik wil alvast vragen om even te vind ik leuk en te abonneren op ons kanaal en dan ga ik hem door mijn collega Ruben hier even laten voorstellen. Ja, vandaag hebben we een echte legende in huis. Iemand dat veel België heeft laten genieten voor het tv-scherm, vooral in de Tour de France. Welkom Jurgen van den Broek, bedankt om te komen. Graag gedaan. Hoe is het? Zo was ça va. Dus, alles in orde. Je staat nog bijzonder scherp. Ik heb zo door je social media account gescrolld en ik zie daar toch wel wat triathlonfoto's of iets in die naart. Waar zijn ze wel nog mee bezig? Sport je nog vaak? Zo, ik probeer wel een paar keer in de week te lopen of te fietsen of whatever. Ja. In het begin heb ik enkele triathlons gedaan. Marathon gelopen, zo van die dingen. Maar dat is eigenlijk de laatste jaren een beetje stilgevallen, maar... Ja. Okay, en ik zou ook... ooit eens terug heropakken, maar dat weet ik nog niet. Ja, absoluut. Ik zou ook iets van racen. Ja. Is dat ook iets waar je echt professioneel mee bezig bent? Is dat een hobby? Of puur hobbymatig en dat is een paar keer per jaar een kleine passie. Dus dat probeer ik ook wel te doen. Misschien ook al direct een kijkersvraag over de koetjes en de kalfjes. Want er vroeg iemand zich af of jij mee gaat doen aan de Hel van Casterlee. Dat plan is er geweest. Deze jaar misschien niet. Het gaat wel meer, denk ik. Maar dat is misschien wel ooit eens een doel voor dat te doen, ja. Want dat is een monsteravontuur, hè? Ja, dus vorig jaar was dat een mal een doel samen met mijn broer. Die heeft het dan gedaan, ik niet. Te veel blessures tijdens het lopen. Dus ik hoop het op mijn dag dat het wel gaat lukken. Want elk van die uitdagingen, dat wel vaker dan. Je bent ook naar Zuid-Afrika geweest dan voor de Cape Epic. Ja. Hoe was dat avontuur? Dat was bij mij een van de mooiste avonturen die ik ooit gedaan heb. Heb ook op die moment gezegd van ooit komen we nog eens terug. Voor echt te genieten, want toen hebben we eigenlijk uit de hand gelopen genot. Dus het begon voor te genieten en we waren direct strijdvaardig en dan meegedaan met het klassement. En dan is er weinig genieten aan. Na de koers hebben we veel genoten, maar tijdens de koers was het gewoon gaan elke dag. En was dat altijd al iets dat je wou doen? Of was dat, hoe is dat tot stand gekomen dat je dat avontuur aan? Eigenlijk, mijn broer die was heel veel bezig met mountainbiken en die kent zo van die wedstrijden. En die kwam er eigenlijk mee af van, ja, laten we meedoen. Maar ik wist ook een beetje wat dat was, maar niet helemaal. En dan, ja, van die komen de anderen. Ja. En dan toch weer de echte topsporter dat boven komt, hè, voor dat klassement willen gaan. Ja, die is er niet. Kom aan, we gaan ervoor. En dan bleek dan goed te zijn. En ja, we zijn alle twee een beetje betrokken natuurlijk. Ja, zalig. Volg je de koers nog op de voet? Op de voet een beetje. Alleen in de krant elke dag wel. Als ik kan op tv, maar dat is wel moeilijker. Okay. Maar ik probeer het wel te volgen, ja. Ja, en wat vinden van de Giro momenteel? Vind je het een mooie Giro al? Of... Die heb ik van weinig van ver af gevolgd, dus heb ik weinig zicht over van hoe of wat. Dus, wel een koers die moeilijk te volgen is, vind ik. Ja, ik moet dan naar Eurosport kijken in plaats van op de VRT. Ja. Dat is al één ding. Maar ja, het is, moet nog gaan beginnen ook wel, de Giro. Ja, ik vind de echte zware bergen moeten nog aankomen. Ja. Maar we hebben al gezien dat Yates de topfavoriet toch wel van het klassement er al is doorgezakt. Ja. Dat is eigenlijk hetgene waar jij eigenlijk altijd heel goed waart. En zo dat constant blijven van die prestaties, dat is toch enorm moeilijk? Ja, dat heb ik al dikwijls gezegd. Van veel mensen zeggen wel, zoals nu met Evenepoel ook. Het zijn vaak niet echt de toppers die goed zijn in een grote ronde. Oké, die dan winnen wel. Maar daarachter zie je vaak zo van die renners zo dat je denkt van, in die andere koersen zijn er geen toppers. Maar die zijn wel altijd constant en die zakken er nooit meer door. Ja. En ik was ook zo eentje van die, ik zak er nooit meer door. Ik was nooit meer bij de top, juist eronder. In de koersen van een week was ik ook niet altijd bij die toppers. Maar ik wist wel van ik word beter of ik word zeker niet slechter. Ja, voilà. Dat is wel een beetje de moeilijkheid in een grote ronde. Het is lang, hè? Het is 3 weken. En één keer door zakken is genoeg voor het klassement te zien, En ook, te zien verdwijnen. Hè? Ja, voilà. En ziekte en zo, dat hebben we ook niet vaak meegemaakt. Want nu weer Bardet op, ziek, dat kan altijd snel gebeuren, zoiets. Hè? Ja, het is erom. Het hangt allemaal van kleine factoren af. En het zijn dikwijls... Ik zeg het, degene die op het podium stond, of die wapens op het podium, zijn ook soms verrassingen. Maar de winnaars zijn meestal wel toppers. Ja. Maar daaronder is het altijd wel een beetje zien van wie of wat. Ja. Overleven. Ja. Wat we vaak hier horen is dat de liefde voor de fiets dat ontstaan is door familie. Iemand in de familie dat met koersje bezig is, of een verre neef of zo. Hoe is dat bij u ontstaan? Was dat ook door iemand in de familie dat koerste? Met mijn neef eigenlijk. Stond ik zo van, ja, ga eens fietsen, waarom niet? Een beetje gaan fietsen met plezier en dan komt iemand tegen en die zegt van ja, waarom gewoon niet koersen? Waarom niet? Ja. En dan die eerste jaar was eigenlijk puur plezier maken en totaal niet serieus en gewoon gaan fietsen. Het
Tuurlijk, een dag van vandaag is dat heel anders. Ja, ja. Maar toen was dat gewoon een woensdagmiddag weg zijn. En niemand wist waar je zat. En gewoon wat ronddraaien. Dus, En hoe oud waren toen dat je begon? 14. Ja. Oh, toch ook al niet super jong meer eigenlijk. Nee, maar... Huh? Eigenlijk in die tijd was voor de leeftijd dat de meeste begonnen. Dus. Ja. En dan zie je ook wel direct dat je... Ja, heel veel talent hebt eigenlijk. Want als je kijkt naar de jeugd, je prestaties daar... Ja, je maakt eigenlijk direct indruk. Je wordt eigenlijk bijna zelf een veelwinnaar. Bij beloften en bij junioren. Ja, de eerste 2 jaar waren heel moeilijk voor mij. Ja, 2 jaar. En dat ik zo kon volgen en niet kon volgen. En dan een beetje druk gesparteld. En dan vanaf mijn 3e jaar begon het eigenlijk redelijk goed te gaan. Dan was ik eigenlijk bij de toppers van België toen. Mm-hmm. Ja, want je werd dan ook Belgisch kampioen tijdrijden. Mm-hmm. Bij de juniors, denk ik. Wereldkampioen. Sorry, bij de Nieuwelingen. Bij de Nieuwelingen. Bij de junior was het wereldkampioen, ja. Bij de Nieuwelingen. En had je dat voorhand verwacht? Je waren toen ook topfavoriet voor daar Belgisch kampioen te worden? Of, Ja, dat wel. Ah ja, toch. Ja. Ik had dat provinciaal kampioenschap in een koersje gewonnen met tijdrijden. Dus ik wist wel van... Ik ben een van de favorieten. Ja. Was altijd wel iets dat ik goed kon met die jeugd. Mm-hmm. Want ook dat wereldkampioenschap dan bij de junioren. Ik heb gezien in de top 3. Ja, je wordt dan wereldkampioen, maar dat is in dezelfde tijd dat je dan wereldkampioen wordt. Dat is toch ontzettend speciaal dan, denk ik. Als je zo in dezelfde tijd dan wereldkampioen wordt. Ja, het was maar 3 man binnen de seconde, denk ik. Ja. Dat was gewoon... En ik denk een derde. Dat snipt. Was een paar weken ervoor, ook op een tijdrit in Frankrijk. Die had ik ook geklopt, tot met een paar honderdste van een seconde. Dus op zich waren we zo met elkaar gewaagd. Amai, dat zat. Want, allee, dat geluk, dat moet dan toch ook wel even hebben. Hè? Allee, ja, of het zo, de pech, als je daar 2 wordt of 3, dan ja, is het ook een geluk. Moet altijd een beetje aan je kant liggen natuurlijk. Hè. Ja. Wat me ook opvalt eigenlijk van die namen toen dat jij junior was, tegenover nu dan. Ik denk als je nu kijkt naar die toppers van toen, die waren allemaal, die waren eigenlijk niet zozeer allemaal prof. Maar als je dat nu bekijkt, die juniors, die beloften, die waren allemaal prof, dat zijn toprenders. Ja. Dat is ook wel een heel andere switch eigenlijk. Hè? Vroeger, als er zo'n paar prof werden, dan was dat veel. Mm-hmm. Ik denk van die had bij mij toen, ja, Schoeneman is even prof geweest, Thomas Dekker zat ertussen. Er was een Oekraïner bij dat 2e werd, ik ken zijn naam. Ja, nee, even prof geweest, maakt niet veel nee, eigenlijk. Dat is geen bekende naam. Dus ik denk dat er misschien 3 of 4 namen waren die effectief lang prof geweest zijn. Mm. Maar nu, zoals gezegd, ja, de meeste die goed zijn vanaf bij de jeugd, die worden prof en dat zijn allemaal toppers ook. Ja, inderdaad. Want wat we nu ook vaak zien is, stel dat je nu, like u, wereldkampioen wordt bij de junioren. Ja, er zou bij wijze van spreken vandaag dat al profclubs komen kijken. Was dat toen ook al? Of was dat helemaal nog niet... Was toen sowieso van gereed juniors, gereed beloofd en dan gaan we zien... Ja, van bij de juniors werden we wel in de gaten gehouden. Want ik denk mijn eerste half jaar bij de belofte kreeg ik al direct telefoon door prof te worden. Oké. Omdat ze eigenlijk van bij de juniors al gezien hadden van die heeft potentieel. Ja. Maar het is niet zoals nu dat ze direct liggen achter jagen vanaf dat ze jong zijn. Mm-hmm. Vroeger lieten ze even doen en dan kwamen ze wel af, maar ze hadden nu wel in de gaten. Ja. Nu bij wijze van spreken, als je een koers wint bij de juniors, wordt dat gek gemaakt met stelle kanten. Ja, ja, ja. Dat was toen totaal niet. Ja, en bij de belofte rijd je dan eigenlijk een superseizoen, mag ik wel zeggen. Mm-hmm. Heel vaak eerst of 2e. Ja, en dan kies je ervoor om naar Discovery Channel te gaan. Want dat is ook niet evident, denk ik, hè, om zo'n niet-Belgische ploeg aan te pakken in die tijd. Mm-hmm. Of was dat vroeger de logische stap? Nee, dat niet, maar die vraag kwam er redelijk vroeg in het seizoen. Dan wilde de prof voor bij ons. En, destijds was dat de ploeg van waar iedereen wou rijden, als je die vraag dan kreeg. Ja, dat was voor mij zo'n moment van, maar ik zat toen bij de jeugdploeg van Quickstep. En, dat wil ik vragen, omdat je daar toch een fantastisch goed jaar rijdt, hè, voor Quickstep dan. Ik vond het raar dat je dan niet de logische stap misschien zette naar bij hun een profcontract, maar dan wel naar... Ja, ze hebben toen ook gezegd van met mij te praten, voor prof te worden. Maar dat gesprek is nooit niet gekomen en ik had ook een deadline bij Discovery Channel dat ik daar mijn ja-woord moest geven. Ja, ja. Okay. Dus heb ik toen tegen mijn ploeg ook gezegd van kijk, op die datum zou ik graag weten dat ik prof kan worden bij jullie of niet. Mm-hmm. En ik wist nog altijd niks tegen die datum, dus heb ik ook gezegd van ja, dan kies ik het zeker voor het onzekere. Mm-hmm. En voor mij is dat wel gewoon een droom die uitkomt om dat prof te kunnen worden. Ja. Zeker. Wat ook opvallend is trouwens, van de belofteploeg van Quickstep, die hebben maar 2 jaar die belofteploeg gehad. Dus dat was in dat jaar en een jaar ervoor of daarna dacht ik. Ja. Dat is een aanzienlijk dat ik gestopt. Dus mm-hmm. Ja, misschien ook wel een foutje om daar niet mee door te gaan als we nu kijken naar... Ja, al die belofteploegen toch, dat er heel wat doorstroming is. Ja, maar toen is het een kleinere profploeg geworden, Bodysoul. Ah ja, oké. Okay. Toen zijn die eigenlijk overgegaan en dat is zo'n beetje... Ja, alright. Ja, ontstaan of weggegaan. Ja, dat is zo het continentale misschien, dat je dan kon doorstromen. Ja, vroeger hadden verschillende divisies. Mm-hmm. Dat was een divisie boven de belofte dan eigenlijk. Ja. Hebben zijn ploeg opgestart. Iets nadat ik eigenlijk bekend maakte dat ik wegging. Ja, oké. Okay. Vraag me dan zo wel af. En je wordt dan wereldkampioen bij de junioren. Begint dan zo bij u wel het besef van, goh, ik kan misschien prof worden. En
vanaf wanneer beginnen daar dan echt voor te leven? Van oké, ik ga niet meer uitgaan of ik zeg dingen af voor te gaan extra trainen. Of wanneer komt je switch van ik ga er echt vol voor dat prof worden? In dat jaar wel een beetje, denk ik. Het jaar ervoor heb ik als eerste jaar junior het WK in Ploeg gedaan. Dat was ook niet slecht, denk ik. Maar ik weet dat niet de plaats. Ik denk maar de eerste 20 of zo. Het zei ze van een bond uit van kijk, je krijgt bij ons carte blanche en volgend jaar moet je terug naar het WK gaan, wat er ook gebeurt. En ik heb er eigenlijk bewust bepaalde koersen minder geweest. Zoals een Belgisch kampioenschap en zo, waarbij ik eigenlijk wat panikeerde van ja, moet ik wel naar het WK gaan? En de bond uit hem blijven zeggen, nee, je gaat naar het WK en je bent als een man daar, want je kunt dat winnen. Mm-hmm. En dat jaar heb ik echt wel vanaf, laat ons zeggen, juli, augustus, geleefd als een prof van de WK te worden. Ja. Dat, denk ik wel, dat mag ik wel toegeven. En toen won ik eigenlijk die een koers naar de ander, tot aan het WK. Ja. En toen wist ik wel van oké, ik ben, de droom was er een prof te worden toen. Ja, oké. Okay. In 2004 ging je dan naar US Postal Service. Hoe was je een overstap? Was het een shock voor zo'n profpeloton of viel dat mee? Kon er direct mee? Nee, in het begin was dat voor mij wel een shock, want ik werd in een koers gezet in Spanje waar ik totaal niet mee kon. Dat was de jaren van de befaamde Kelmeyploeg en zo. Mm-hmm. En ik dacht van, wat is dat hier jongens, ik kan dat gaat mij nooit niet lukken. En dan heb ik wel een paar jaar gesparteld, laten we zeggen, om de deur te geraken. Ja. En de ploeg had de geduld gehad en je zegt van, dat komt wel rustig aan, we gaan niet te veel grote koersen rijden, we gaan rustig aan doen. En stilletjes dan werd ik wel beter en beter. Mm-hmm. En ik had zowel een paar keer per jaar een uitschieten, dat ik wel zag van, oké, ik kan wel iets, maar ja, het moet constanter zijn, het moet beter. Ja. Ja. En maar ja, zo af en toe die uitschieten, dat gaat wel een beetje om halve verder te gaan. Mm-hmm. Dat is wel eens simpel, denk ik, zo in zo'n ploeg van de grootste ploeg Discovery Channel dan rijden als jonge wolf. Om dan zo, ja, toch een beetje soms uw kans te gaan. Was dat moeilijk om in die ploeg te rijden? Eigenlijk niet, want eigenlijk al die toppers, die zeiden tegen mij ook van kalm, doe je ding gewoon, we zorgen voor de rest wel. Ik dacht van, ja, maar ja, ik ben niet toch de jonge gast, ik moet ik toch jullie helpen. En die zeiden ook van, ja, nee, we trekken onze pal. Zie gewoon dat je aankomt en wordt sterker. En dat was wel plezant. Je had altijd je rust in die ploeg. Ik had nooit stress. Ik had altijd hulp van die mannen. Dus eigenlijk voor mij de beste leerschool ooit. Ja, dat vind ik wel straal om te horen. Eigenlijk, omdat je dan toch... Dat had ik niet verwacht. Ja, dat is zo van, ja, die moet alle bidons gaan halen. Laat hij zijn eigen eerst wat bewijzen. En zo, eerder die maar... toestand had ik verwacht. Nee, want je had dan die toppers die echt knecht worden in de Tour. Mm-hmm. En die zeggen ook van, kijk, dat is ons job. Wij zullen de bidons wel gaan halen voor u. Zie jij gewoon dat je uitrijdt en groeit. Maar jij moet dat niet doen. Maar dat was voor mij zo wel iets van, hoor. Ja, die zeggen ook van, ja, het zal wel lastig genoeg zijn om uit te rijden en we zullen het zo wel doen. Ja, want uw programma is ook heel, ja, zal ik zeggen, verrassend eigenlijk opgesteld. Hè? Dat is zo van de ene koers naar de andere, bijvoorbeeld Kuurne-Busse-Kuurne rijden, maar dan ook een klein rondje gaan rijden. Allee, hoe was dat programma voor u toen in die tijd? Want later zijn we natuurlijk meer gaan richten naar het grote rondewerk. Maar ja, in het begin... dat was toen eigenlijk zoiets van, we gaan hem overal een keer zetten en zien waar liggen uw kansen of wat kunde en je moet alles kunnen. Ook van een grote ronde te rijden was hun visie. Je moet over kassei kunnen rijden, je moet in de wind kunnen rijden, je moet kunnen wringen, je moet alles een beetje kunnen. Ja. En bij hun was de visie ook koersen, een periode trainen, terug koersen. Ja. Dus ze leerden nu daar effectief van te trainen. En ik denk dat ik dat meegenomen heb, dat later. Omdat veel ook zeggen, we gaan richting de Tour, jij koerste niet veel. Dat is een feit, maar ja, op die manier kon ik het beste voorbereiden. En ik heb dat ook geleerd voor dat soort te doen. Ja, maar dat vind ik ook... Ah, ja. Ja, er wordt misschien vaak gezegd van het was enkel de Tour, maar dat is, als je de uitslaat, als je kijkt naar je palmarès, het was totaal niet enkel de Tour. Ook Dauphiné heb je keivaak top 5 gekregen, maar zullen we misschien straks over terugkomen. Ja, dat is een beetje een misvatting inderdaad. Ja, als je kijkt op brood naar de UCI-punten zelf, waar je hebt... Ja, ik denk het beste geleden. Jaar was ik bij de 15 eerste, denk je. Ja, dat zijn punten waar ze nu eigenlijk bij Lotto toch wel tekort komen, dat mogen we wel zeggen. Maar we kunnen misschien best voor het eerst van de carrière. Ja, het jaar nadien dan, 2005-2006, dan gaat het direct een vijfde plek op het BK tijdrijden opnieuw. Mm-hmm. Deed dat veel deugd dat je dan toch even terug bevestigt, ook bij de pros, dat je dat tijdrijden wel echt in je hebt? Ja, dus dan ben ik zeker. Ik had af en toe uitschieters in de eerste 3 jaren. En die paar uitschieters worden eigenlijk genoeg om verder te bouwen. Mm. Ik had dan een keer in Romandie, denk dat ik ook een 10e of 11e reden tijdrit. Dat was dan een heel zware tijdrit. En dan hadden ze wel iets van, oké. Mm-hmm. Het gaat nog, oké, ik zit niet bij de eerste, ze zien dat niet, maar ik weet dat zelf wel en de ploeg weet dat ook en dat het wel deugd. Mm-hmm. Want worden dan veel begeleid nog in dat tijdrijden, want je bent dan wereldkampioen geweest, met die positie en trainen veel met die tijdritfiets, werd daar veel aan gesleuteld of was dat eerder iets dat je zelf wat moest doen? In de eerste jaren werd er heel veel aandacht aan besteed en hadden een fiets thuis, materiaal was in orde, de positie was goed.
Dus dat was eigenlijk geen probleem. Daar kon ik niks van zeggen, want materiaal en positie en trainingen en zo, dat was echt top. Ja. Ja. Ja, ik moet ook zeggen, die Discovery Channel, die fietsen en zo, die trekfietsen, ik vond het echt machtig. Die tijdrit fietsen, ik vond het echt zalig om te zien. Ja, ik heb een auto spijt dat ik er geen gekocht heb vroeger voor bijtallen, dus. Ik heb er geen gekocht zelf. Ik heb een tijdritfiets, gewoon een trekfiets van de Tour de France in 2005. Ik vind die echt machtig, ik vind die echt zalig fietsen. Ja. Dat was ook een kijkersvraag eigenlijk, van iemand die vroeg van, wat is jouw beste fiets dat je op hebt gereden, als je prof was? Pas te zien, weg of tijdrit. Tijdrit was bij mij trek de beste wegfietsen in mijn carrière. Oh. Ik reed heel graag met Ridley. Dat is als voor mij een heel goed merk. Ja, oké. Okay. Ja. Okay, ja, over Ridley gesproken. In 2007 gaat het dan naar Lotto. Mm-hmm. Hoe is dat tot stand gekomen? Wouden zelf ook een Belgische ploeg trouwens? Dat is eigenlijk heel stom tot stand gekomen. Ik kreeg opnieuw een contractverlenging eigenlijk. En iemand die ik kende, die zei, jongen, voor dat bedrag moet je niet tekenen. Ik zeg, ja, allee, ik krijg opslag. En ik zeg, kijk mijn palmaris. Ik zeg, zoveel heb ik niet de eisen. Ik zeg, mag blij zijn, hè. Hij kon een toebel krijgen, zegt hij. Ik zeg, oh, zeg, dat geloof ik niet helemaal, zegt hij. En die is met mij toen met Lotto gaan praten. En effectief, die gaf me dubbel salaris van toen. Ja, ik werd toen, ik denk, 3 of 24. Dus op een gegeven moment moet ik toch een beetje gaan denken. Maar ja, aan het salaris. En Discovery en Brunel hebben dat nooit niet kwalijk genomen. Want ik ben er ook open over geweest. En gezegd van, kijk, daar krijg ik zoveel. En dan zegt hij, oh, dan moet je gaan, want ik geef dat niet. Ja, Achteraf gezien, ja, goed of niet goed. Ja, dat laat ik in het midden. Dat is een moeilijke. Denk wel maar, dat was eigenlijk, destijds was dat gewoon de... Maar ging dat dan via de manager of niet? Dat was die gesprekken moest je echt zelf doen. Dat was op die moment nog een profrenner die het bij mij gedaan. Ik had nog geen manager toen. Okay. Zalig. Ja, die periode is echt... Ja, dat dan nu is veranderd allemaal. Ja, ja. Dat is... Kunnen we niet vergelijken. Ja, maar ik denk ook wel dat het leuk was, want we moesten misschien ook in de toekomst erna misschien met Discovery ook meer in dienst misschien gaan rijden. Terwijl je bij Lotto eigenlijk altijd wel je dingen hebt mogen doen. Hè. Dat wel. Dus ja, had ik dat langer moeten blijven, ik weet niet. Allee, dat is een moeilijke, vind ik. Hmm. Ja. En dan heb je eigenlijk, vanaf dat je bij Lotto komt, mocht je ook een programma meer richting grote rondes mogen rijden. Want dat was uw eerste Giro dan direct. Hoe was die gegaan? Niet goed. Dus, maar bij Discovery ging het normaal. Ik denk, ja, er op de Vuelta rijden als eerste koers, als eerste grote ronde. Waarbij dat bij mijn eerste Lotto was eigenlijk een Giro. Mm-hmm. En, ik had grote ambities, maar die sloegen serieus tegen. Dus, ja, kan dat gebeuren, maar kop tegen de muur lopen. Dat was een serieuze ramp toen eigenlijk. En dat was voor mij wel... En waar rol ging je dan? Was dat echt als kopman dan? Of, nee, want we hadden toen ik denk toen McEwen voor de sprint. Dus dat was vooral voor de sprint helpen en zelf te zien van, wat komt dat? Maar ik had zoiets van, ik kan bergop rijden en dat lukt hier wel. Maar dat viel geweldig tegen. Ja, gelukkig natuurlijk, het jaar daarna zei de wol, ja, trekt top eigenlijk in de Giro. Ja, dat is... Wat heb je beleefd? Het jaar van de doorbraak eigenlijk. Hè. Dus, ja, ik zeg het, in mijn eerste Giro dacht ik van, ik ben goed en ik kan het allemaal aan. Dan mislukte het dan. En op het einde ziet de ploegleider ook van, kijk, je bent een renner voor grote rondes. Ja. Ik zeg, ja, dan geloof ik niet niks van. Ik zeg, want kijk, deze 3 weken, ik zeg, dat is een ramp, hè. En dan zit je ook van, kijk, je moet in het buitenland gaan trainen, je moet gewicht kwijt spelen, je moet dit doen, dat doen. En dat lukt dat wel. En ik ben eigenlijk thuis gekomen en ik dacht van, oh, waarom niet? Ik woonde toen nog thuis en ik dacht van, ja, wat hij allemaal zegt, van, ik moet in het buitenland gaan wonen. Ik dacht, oh, wat heb ik eigenlijk te verliezen? Dat was toen nog niet eigenlijk zo, dat jij voor de Giro speciaal zei, stage gaan doen of zo, voor de eerste Giro, dat hebben we niet speciaal gedaan. Nee. Dus jij zei gewoon, ja, rond de kerktoren was dat, mag je zeggen, gaan trainen. Ja, we hebben spreken in de Ardennen wat trainingen en ik dacht van, hoe, ik zal in orde zijn. Dus dat vind ik tegen. Als je dat nu zo voorbereidt, ja, dan ja, vroeger, als je vroeger zei, ik ga op stage of hoogte stage, dan ja, het was precies zoiets heel ongewoons, hè. Ja, nu is het allemaal gewoon geworden. Ja. Maar toen ook, ik ben toen eigenlijk in de winter naar Italië verhuisd, alleen. God, en dan de winter getraind. En vanaf toen, mijn eerste koers bergop, ging ik gewoon met de beste mee. Mijn eerste koers was Laguilia, dat weet ik nog. En reed ik met Simone, met Garzelli mee naar boven op, en ik was toen de 6e of de 7e. En toen dacht ik van, ja, nu ga ik dat niet eens wel, hè. Ja. En dat jaar ging alles vlot bergop, en in een Giro ging dat echt fantastisch. En toen had ik eigenlijk ook nog geen hoogtestage gedaan, was ook puur gewoon beneden trainen en in de bergen. Ja, ja. En schrok je toen eigenlijk van wat je aan het doen was? Want allee, je wordt dan 7, uiteindelijk 6 denk ik dat nog geworden is. Mm-hmm. Stond je dan nog verbaasd van jezelf? Want dat is toch echt wel straf. Ja, toen was ik eigenlijk wel verbaasd, want ik denk de eerste bergrit zat ik mee. Met de beste. En dan weet ik nog dat ik een kramp kreeg en dan heb ik eigenlijk door mijn kramp gestampt. En eigenlijk op het einde van de koers is mijn pace van achter bijna afgescheurd. Dat wou ik vragen, want ik had dan opgevangen dat je die Giro inderdaad had gereden met een spierscheur. Maar dat lijkt dus effectief zo.
door een kramp van achter in mijn been. En ik zeg van ja, ik zit met de eerste mee, mijn eerste bergrit, dat mag ik niet laten gebeuren. Dus die kramp mag dan niet tegenhouden, dat ik los. Ja, ja, dat is waar. Even ja. Door die kramp gestampt en blijkbaar moet dan een beetje die pees of die spier gescheurd zijn. Allee, een klein dingetje erin, een barstje. Maar ja, door 3 weken verder te rijden. En de laatste week, ik zeg, verdomme, ik zeg maar mijn benen nu al zoveel zeer van achter en dan wordt je dik. En dan ja, een beetje gezien en ja, dat klopt toch iets niet mee. En dan lekker met de kinesist dan gewerkt. En dan die laatste tijdrit zou ik echt mijn been opzwellen, zoals ik aan het rijden was. Ja. En het ziekenhuis, en ja, bleek die pees bijna afgescheurd te zijn toen. Toen die kramp. Oh my. Maar 3 weken ben verder gereden en eigenlijk verder en verder gegaan. Hè. Dat is wel echt straf, ja. En de laatste 3 dagen ben ik serieus last gaan te krijgen. En ik dacht van, wat is dat nu? Oké, okay, ja. Want in de tijdrit inderdaad, hadden we ook voor u doen, qua tijdrijden, ook niet super afgelopen. Ja, nee, ik moest toen eigenlijk mijn plaats verdedigen. En dan was ik van, ja, we moeten gewoon zien dat we dat raken en meer niet. Als ik kon na de koers met een voet mee mijn pedalen krijgen of niks. Allee. Dat is ook niet echt dat dat nadien bekend was, hè, dat dat de reden was. Allee, van die spierscheur. Ik moet wel weten dat de media ook ontzettend is veranderd. Hè. Allee, ja, dat is waar. Dus al die zaken zijn ook niet... Ja, ik denk dat toen nadien 2 maanden... Ja, ik heb er 2 maanden niet gekoerst. Mijn volgende koers was toen de Olympische Spelen in Peking. En ik had er al 2 maanden meer gereden. Ik was er niet veel bijgekomen. Ik moest voor de Spelen in Peking en ik dacht van ja, dat mag ik niet afzeggen, zoiets hè. Ja, nee, nee. Hij kwam er al niet en die keek zo naar mij van, oh jongens, er heb jij gekomen. Ik zeg, ja, ik heb 2 maanden niks mogen doen. Maar dat zijn echt wel tijden, eigenlijk, als je dat op terugkijkt nu. Ja, ik vraag me ook wel af zo van, ja, je bent dan 7e, je komt dan thuis, is dat dan groot dorpsfeest of is dat gewoon volgende... Dat viel eigenlijk nog mee, vond ik. Allee, het is nu niet dat je de Giro wint, maar uiteindelijk is dat toch toen, want het is als Belg zijnde toch een heel straffe prestatie, want dat was toch heel lang geleden voor ons, dat we nog eens een Belg hadden dan een berg op kon. Werd daar iets voor gedaan voor u toen dat je terugkwam? Een beetje wel, maar nu voor te zeggen van overdreven veel, maar ik zeg het, de Giro blijft zo'n beetje de Giro. Allee, zoals nu ook, veel mensen zien dat niet naar of volgen dat niet. Dat is waar. Het is heel anders dan een Tour, hè. Iedereen is thuis in een Tour. Dus dat is ook een kijkersvraag inderdaad, van iemand die vroeg van na het Giro, had toen het gevoel gehad van, ik kan podium rijden in een Tour? Nee, totaal niet mee opgekomen. Het ding was om eerst een Tour te rijden en dan te zien van, wat is dat? Want ja, ik had er veel die goed waren in de Giro of Vuelta, maar in een Tour nooit niet. Dus dat wist ik eigenlijk helemaal niet van, waar liggen mijn dingen. Is toen wel die beslissing gekomen van, ik rijd volgend jaar een Tour? Namelijk je zo bevestigde in de Ja, de ploeg wou toen dat ik in dienst van Evans de Tour ging rijden, ja, erop. Dus dat wel. Ja, oké. En je werd dan tweede in het jongerenklassement, achter Rico. Waren je daar ook mee bezig eigenlijk, met dat te verdedigen of zo? Was dat voor u belangrijk? Goh, ja, je wint wel graag natuurlijk, maar ik denk dat het een tweede of derde is geworden. Ja, die was inderdaad. Ja. Dus ja, ik wist het daar redelijk moeilijk was natuurlijk. Ja. Als je natuurlijk nog diender wordt uitgehaald voor dingen dan in mogen, ja, dan is het ook weer een zure, maar... Ja. Als je kijkt naar Rico zijn carrière, dat is eigenlijk absoluut. Ja, de cobra, man. Het was meer dan enkel het schip van de cobra. Dat was echt jammer. Maar ja, dat jaar uiteindelijk goed gereden en dan de Tour erna. Wat waren de verwachtingen samen met Evans? Met Evans viel dan eigenlijk een beetje tegen, als we dat mogen zeggen. Had je toen het gevoel van, oké, volgend jaar is misschien enkel ik als kopman daar. En, want Evans ging toen het jaar daarna weg. Eigenlijk niemand. Allee, ja, ik kwam met Evans wel goed overeen en het ding was, ik ga naar een Tour als helper van Evans. Maar het begon eigenlijk al voor die Tour zo'n beetje. Ik denk, ja, Evans is wel een toffe kerel, maar een speciaal karakter. Ja. En ik moest met hem dan op stage gaan, op hoogtestage. En ik denk dat hij daar gevoeld heeft van, Judy, ik kan wel goed bergop. En plots zei hij in de meetings ook van, je ruggen moet op de vlakke ritten meespringen, want bergop heb ik die niet nodig. Ik dacht van, echt? Ja. Ik heb van hem nu weken op die berg gezeten voor deze gaat te doen. Ik dacht van, allee. Ja, dat kan toch niet. Als je 7e zijn, dan is Giro ervoor. En dan zo, ja. Ja, dat was Evans. Dus die dacht misschien van, Judy is even goed. Ja. Terwijl ik er niet mee bezig was. Want ik wil echt voor hem werken. En ik had er echt goestig in om gewoon zonder stress. En we zien wel. Ja. Tuurlijk, mijn geluk was toen, denk ik, dat hij van de eerste bergrit ertussen not viel. Ja. En ik was toen mee voorop, denk ik, zelfs. Dat weet ik niet exact. Dus het plan was een beetje dat ik meesprong en dat ik voor hem kon werken dan in de finale. En eigenlijk van de eerste bergrit tot de laatste ben ik altijd mee voorop geweest. Ja. Dat ik op een uur zelf sorry zit in de ploeg, want ik was elke dag mee in de kopgroep. Ja. Ja, dat was echt een opvallend Giro inderdaad, want Evans inderdaad toch wel als een Tour. Van... Tour. Als de favoriete naar daar, inderdaad, ja, ja. Stak daar direct door het ijs, dan moet ook een andere sfeer binnen de ploeg dan, denk ik. Of...
Ja, we zagen wel dat hij een beetje opgenaaid was en niet goed wist van hoe of wat. Achteraf blijkt dat ze hem al gek aan het maken waren van op BMC te gaan. Dat zijn de geruchten. Mm-hmm. Ik weet het ook niet. Ik heb er ook weinig van gemerkt. Mm-hmm. Dus er waren wel binnen de ploeg waren er toen wel spanningen, vooral met Emmonsen en de ploegleiding. Dat wel. Mm-hmm. Ik heb ook nooit de reden geweten. Ik heb gewoon mijn koers gereden altijd. En ja. Mm-hmm. Ook niet tegen hem gereden of zo. Dat was gewoon mijn opdracht om mee te zijn elke keer. Dus. Voilà. Want uiteindelijk worden daar ook wel 15e. Dat is toch ook wel een mooie prestatie. Was dat die tour ook dat je dat incidentje daar had met die Franse president Sarkozy? Was dat jaar nadien. En wat was dat juist? Want ik meen me dat te herinneren dat toen heel wat in de media was. Maar dat was toen aankomst boven op Tourmalet, als ik me herinner. Ja, laatste bergrit. Boven op Tourmalet, regen, kou, noem maar op. Dus wij moesten boven blijven, want ik had controle, noem maar op. Dus je zit er een tijdje en het is redelijk koud. Mm-hmm. Dus en al die verplichtingen moesten met de fiets naar beneden een heel stukje. Mm-hmm. Mist, kou, niks bij, dus je bent aan het bibberen. Op een gegeven moment zitten er zo'n paar auto's en ik wil die voorbij steken. En zei tegen mij, een van die coureurs, ik denk dat Popovic was, ga niet doen, want dat is een president. Ik zeg, ja. Wat maakt mij dat? Ik zeg, ja, we zijn ik heb kou. Ik zeg, waarom mogen we niet voorbij rijden met de fiets? Wij misdoen toch niks? Ik zeg, het is kou, regen. Ik zeg, ja. En ik wil die voorbij steken. Ik word met een auto gewoon in de kant geramd. Ik dacht van, dus ik probeer langs de andere kant. Je doet dat nog eens. En een derde keer steek ik bewust direct. Ik bewust dat je een wou raam. Ja, dus ik steek een derde keer terug voorbij. En draait zijn raam open. En die pakt zijn geweer zo. En hij zegt, nog één keer of je start morgen niet meer. Ik zeg, oh. Wat pakt? Die pakt zijn geweer? Ja, die kijkt zo naar mij. Hij zegt, nog één keer en je start morgen niet meer. Hè. Ik zeg tegen iedereen ook. Dus zegt, ja, de president zat erin. Dat kan toch. Maar ik vind een beetje, ik heb wel respect voor die mensen. Maar waar onze bus stond, pakt die een helikopter. Dan denk ik ook van, ja, laat die renners eerst naar beneden. Want er hong een heel peloton achter. Die man had koud. Ja. We waren verkleumd van de kou. Ja, wij doen misdoen niks met al een auto erbij steken. Hè. Nee, ik vind ook gewoon als renner moet de aandacht krijgen die je verdient daar ook. En dan moet een nieuwe eigen boven de renner voelen. Zeker nu ook als de president. Nee, maar oké, maar dat kan. Geweer ook. Allee. Ja, dat was een bodyguard. Zoek je hoofd. Dan moet ik wel even oppassen. Dat is dan nou eens beginnen aan te pakken. Maar kom maar. Nee. Moest je toen dat jaar ook al een herentals criterium rijden? Na die tour? Was dat je eerste? Ik denk dat het niet eens keer was, ja. Vraag me dan ook wel, van, is dat dan een verplicht nummer? Of is dat wel kicken omdat dat dan in uw eigen stad is? En waarschijnlijk iedereen langs de kant wel echt voor u juicht? Dat zijn... Als je er te veel doet, zijn dat verplichte nummers. Maar als je er zo'n paar duimen kon vonden, is dat wel leuk. Ja. Dat jaar heb ik er redelijk veel gereden. Ja, omdat het voor mij ook wel het moment was toen, dus ja. Tuurlijk. Maar op een duur wordt dat wel inderdaad een verplicht nummer. En dan denk je van, nu weer al. En je merkt wel, als renner ook... Als je te veel doet, begint de vriendelijkheid is er ook een beetje af, maar je het wat moe wordt. Allee, je wordt zelf moe, je wordt gewoon naar huis gaan en je denkt van... Ook, doordat je achteraf denkt van, dan heb ik nog minder moeten rijden. Ja, want je bent ook moe van de tour gewoon. Hè, ik drie weken gepresteerd en dan moet je nog eens criterium rijden. En dat wordt ook wel redelijk gereden nog. Dat is wel doorgevlamd. Ja, oké, het is bijna elke dag dat je terug weg bent. Hè. Van de Roestelaar dan nog eens een keer ofzo, of Herentaal, weet ik veel waar het allemaal is. Ja, als je dan altijd van dag naar dag een criterium moet doen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik heb niet een keer alles gedaan aan mijn eerste tour en dan heb ik gezegd nooit meer, dat is te veel. Een dag het nadien al direct. Ja. Wat ik me nog afvroeg eigenlijk is van, omdat je hebt de ploegleiding meegemaakt, de oudere ploegleiding van Lotto eigenlijk, van hoe dat uw band daarmee was eigenlijk. Want er is nu ook wel wat kritiek geweest recent dan op Le Langen ook, maar daarvoor Herman Frisot en Sergeant. Hoe is uw band met die ploegleiders geweest? Goed tot op een gegeven moment, maar de meeste jaren wel goed. Dus... Ik heb weinig problemen mee gehad. Tuurlijk, dat was allemaal de oude manier nog, zoals gezegd. Je moet ook vernieuwen, hè. Mm-hmm. Ja. Mm. Ja, ik hoor nu ook wel veel positieve dingen nog achteraf dan natuurlijk van renners. Van Lotto binnen de plottenploeg, die dat ook wel veel respect voor hebben ook, voor die ploegleiders. Heb je nu nog zo extra sympathie voor Lotto? Of is dat zo de ploeg dat je nog het meeste volgt of zo? Of niet per se? Niet per se, nee. Nee, niet bepaald per se. Nu het jaar nadien had natuurlijk een fantastisch jaar. Je werd dan ook vierde in de Dauphiné. Gaf dat extra vertrouwen richting die Tour? Dat je echt wel wist van oké, dit jaar ga ik het goed zijn? Ja, de Dauphiné was voor mij altijd wel een koers. Ik wist van oké, als die goed is, dan kan nog een tikje bij. Maar als ik daar in orde ben, dan zit het goed en dan ben ik klaar. Ja. Een tijd geleden nog gezegd van dat zijn de momenten die je wel mist als renner. Zo die hoogtestages en naar huis komen en voelen van oké, laat maar beginnen, ik ben klaar. Mm-hmm. Dus dat was wel een plezant gevoel zo. Ja. Ja, dat snel door dat je eigenlijk echt goed werd die een tour? Dat je dacht van top 5, dat is wel mijn ambitie? Of met wat ambitie ging je naar die een tour?
Goh. Dat was, moet ik al zien, wat jaar was dat? 2010 normaal. Dat 10, was ja. Ja, het jaar van 10 ging eigenlijk voor top 10 te rijden gewoon. Gewoon top 10. Ja. Ja. Hm. Dan heb je het goed gedaan. Hè. Want in het begin kwam dan, ik denk, je hebt de kasseirit gehad. Ja, die kasseirit. En ik denk dan de eerste rustdag was op of, hoe noem je berg in Dallapes, bovenop de top, aankomst, en dat was de rustdag. Was het Delphi? Nee. Nee. En toen kwamen ook de vragen van top 5, top 5, want ik stond toen, ik denk, derde of vierde, de eerste rustdag. Maar natuurlijk, ik wist het ook niet wat er nog ging komen, dus en dat wordt dus wel een beetje van, wat moet er nu op antwoorden, hè? Ja. Ik kan me ook wel herinneren, die kasseirit dat je zegt, als je dat nu ziet, wat rit was dat? Ik heb dat gisteren nog eens bekeken, dat was ongelooflijk. Die klassementsrenners, die komen, want Cancellara trekt het daar het een, en dan in het zog is Schleck. Schleck rijdt dan eigenlijk mee naar de meet, Husthoff wint de rit, maar jij komt daarachter, hij rijdt nog top 10 in een kasseirit. Ah ja, er waren klassementsrenners en kassei. Ja, dat was echt. Maar dat was, ik vind het echt straf dat je dan de kassei mannen zo gezegd ook gewoon lost. Dus het is niet zo waar dat je enkel bergop, maar die kassei-bro waren heel wat klassementsrenners ook gewoon de beste. Mm-hmm. Dat vind ik straf. Ja, weet ik, dat is goed, het materiaal is goed, je wordt goed gebracht. Hoor. Je hebt geen pech, want eigenlijk hebben we daar de koers, hebben we tijd verloren door pech. Mm-hmm. Die Tour en Cancellara uit in de. Er zit nog spa, denk ik, stilgelegd door een valpartij. Ja. Mm-hmm. Omdat Schleck niet mee was. Ja, en dan daarna niet. En in die kasseirit vallen ze en rijdt hem door met Schleck in het wiel. Mm-hmm. Dus dat vind ik achteraf ook wel een beetje zoiets van, ja, dat is een dubbele. Tuurlijk, ja, wat moest je toen zeggen tegen Cancellara? Dat was toen de grootste renner, of een van de grootste. Ja, ja, zeker. Absoluut, ja. Ik kan me je nog herinneren, ik heb hier trouwens ook genoteerd, er is een tijdrit dat Cancellara won. Ik denk in die Tour nog, de laatste tijdrit. Armstrong op 7 minuten gereden. Ik denk jij komt daar ook, een van de mindere tijdritten daar. Dat was echt die tijdritkilometer in die Tour tegenover nu. Mm. Ja. Zoveel meer. Vind je dat jammer dan als je dat nu bekijkt? Of? Ja, ik vond dat wel plezant, die lange tijdrit. En dat had wel iets. Mm. Ik vind dat ook eigenlijk heel tof. Ik vind dat jammer dat het er niet meer bij is. Ja, het is minder belangrijk om een ronde te kunnen winnen. Hè? De tijdrijden. Je moet goed kunnen tijdrijden, maar je moet niet meer zoals vroeger. Echt, als je niet kan tijdrijden, dan kan je geen ronde winnen. Hè? En die lange tijdrit is dus gewoon de max. Ik weet nog heel goed, in 2012, de laatste lange tijdrit. Mm. Toen we er zaten in de tentje voor de controle. Ik heb Wiggins en ik denk Nibali. En geen van de drie kon zitten van de krampen in zijn gat van die tijdrit. En de hele tijd zitten liggen. Ja. Want dat tijdrit was, maar je niet moest gewoon recht staan. Je moest continu liggen, maar je van achter alles verkrampt. Ja, ja. En met alle drie zo willen gaan zitten, maar niet kunnen van de krampen gewoon. Zalig. Ja. Je zet een kopman in die ploeg. Ging dat je goed af die rol? Van zo echt orders uitdelen en mee de koers bepalen maar... en zeggen van we gaan het zo en zo aanpakken? Of... Ik had een beetje geluk met Greipel, dat daar de meeste dingen naartoe ging. Mm-hmm. En ik had altijd zoiets van, kijk, als ik één of twee man krijg, van mij is dat genoeg. Ik moet geen hele ploeg hebben of zo. Dus er was altijd maar één iemand bij mij. Mm-hmm. En voor de rest, en ik liep dikwijls André ook, want dat was voor mij goed, want ik bleef vooraan in het peloton. Ja, daar schrik ik wel een beetje van. Ik had echt gedacht dat je, net als Jean, misschien iets had van, ik wou meer omringd worden. Dat was nee, ook een kijkersvraag. Omdat je vaak geïsoleerd werd in de finale, toch? Ja, dat was ook een kijkersvraag van, heb jij genoeg steun gehad bij de Lotte ploeg? De ploeg zo dikwijls, maar dan zeg ik ook van, weet je, in de finale berg op, maar toch zelf doen ze. Ja, is waar. En zeker als je geen Tour winnaar bent, kun je eigenlijk meer profiteren van die andere ploeg dan wat anders. Je zet je gewoon in het wiel en je laat je meedrijven. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, misschien Team Sky heeft wel met Froome en Wiggins toch... Wiggins heeft toch wel heel veel hulp gehad ook voor Froome. Mm-hmm. Dus berg op. Dat wel, maar ze gingen even een Tour te winnen en dan wist ik van mij zijn die ambities te hoog gegrepen. Oké. Okay. En als je dan een heel ploeg rond je hebt, dan krijg je al die stress, al die druk. En nu was dat goed verdeeld. En voor mij, één of twee man die me daar bracht. Mm-hmm. Dus eerst een berg en de rest zeg ik meestal wel zelf. En dat is gewoon volgen. En als je niet mee kunt, moet je dan nog veel ploegmaats hebben. En dan is er weinig aan te doen. Mm-hmm. Want je werd eigenlijk wel bekend als eigenlijk de enige echte goede klimmer bij de Lotte ploeg toen. Er is ook zo alleen vaak de stage moeten doen. Alleen vaak moeten gaan trainen dan. Want ja, veel klimmerstalent was daar niet, hè? Nee, omdat was wel dikwijls dat ik die hoogtestage alleen deed. En dan ging een mechanieker en een soigneur mee. En dan... Okay. Toen waren eigenlijk de schoonste jaren met drie, vier man op pad. En dan hebben we echt goede tijden beleefd. Ja. Ik denk dat je ook wel goed kunt trainen eigenlijk. Zoals je dan... Dat zit in de focus, denk ik. Ja, ik was er iemand heel speciaal. En ik kon er heel goed mee afzonderen. En helemaal alleen trainen. En alleen die dingen doen. Terwijl dat nu meer een ploegverband is. Rond een heel ding. Maar ik was echt gewend. Omdat ik de enigste was. En ik... Ja. Ik weet het niet.
Want ja. Het is bekend dat jij heel ver ging in je dieet en zo. Mm. Hoe kijk je daarop terug? Is dat iets dat jij ook in begeleid werd? Of was dat eerder ook van, ik ga zelf zo strikt zijn, ik ga zelf mijn gewicht op punt zetten? Ja, maar eigenlijk achteraf gezien was dat niet de slimste zet. Maar het was niet de begeleiding die ze nu hebben. Nu zijn er allemaal diëtisten rond, noem maar op. Dat was in mijn tijd nog niet, alleen bij Sky. Op een gegeven moment heb ik er ook wel beginnen achter te zoeken, maar dat was heel moeilijk om echt de goede te vinden of de juiste. Ik had wel sportdiëtisten, maar niet in die, hoe moet ik zeggen, in die orde dat die echt zoals Sky bezig waren. En dan beginnen ze zelf maar een beetje te, bij wijze van spreken, te fantaseren, waarbij dat gefout moet natuurlijk. Maar, en ging de riemen dan ook al eens af, of was dat voor u echt gewoon heel het jaar door? Dat je echt, want... Nee, na een tour. Ik had zo mijn periode vanaf Luik was het nog Luik. Was ik heel strikt tot en met een tour, en dan had een tour moest van mij even de riemen af. Ik had opgevangen dat het ook zo ver ging dat je ook niet van de champagne dronk als Krijpel dan bijvoorbeeld een rit won, dat je dat ook gewoon niet passeren wel klinkte, maar... Ja, dat was hem... Echt gewoon mentaal van, niks is niks. Puur mentaal, hè, ja. Want ik had zoiets van, stel ik dat nu wel, doe ik los morgen. Ik snap dat wel, hè. Ik wil niet weten, ik wil niet hebben van, had ik maar. Dat is eigenlijk wel... Ja, nee, maar ik snap dat ook wel gewoon. Ja, puur. Absoluut, maar in respect, hè. Ja, nee, maar... Ja, in respect ook zeker, maar... Als je daarmee bezig bent met dat doel, dan maakt die opoffering gewoon, denk ik. Ja, dus maar 3 weken, dus ik denk ook van ja. Ja. Ik wou nog de vergelijking maken, Giro en Tour. Ik denk als er één groot verschil is, is het wel de media. Werd je daarvoor klaargestomd? Want je begint natuurlijk daar serieuze uitslagen te rijden. Ik weet nog, heel het land zal een rep in roer. Je krijgt daar als je op de bus komt, staat daar een heel pers voor je bus. Was daar een begeleiding voor? Waren je daar klaar voor? Waren je daarvan geschrokken? Hoe was dat voor u? Ik was er totaal niet klaar voor. Ik was er echt van geschrokken. En begeleiding helemaal niet. En dan heb ik wel achteraf altijd gezegd van, hadden ze het al wel gedaan? Had ik naar het publiek en zo heel anders overgekomen. Ik zei, een uur werd erin gedropt. En plots, na een week toer of zo, vloog heel de wereldpers bij wijze van spreken op mijn nek. Terwijl ik niet wist van, wat moet ik hier gaan antwoorden? Ik wist zelf niet wat te verwachten. En als je daar een beetje in begeleid of een beetje wordt in beschermd, kun je dat heel anders overkomt. En nu was dat zo van de koers gedaan, iets zeg maar. Trekt u wat plannen, zie je zoveel mogelijk antwoorden geeft, hè, maar op die momenten is het heel moeilijk. Ja, en ik denk ook gewoon toen, als je dan inderdaad, je wordt dan geïnterviewd vlak na zo'n bergetappe, zo'n keizware bergetappe, waar je volledig door het rood zou gaan, ja, dan is het logisch dat je zo af en toe eens geprikkeld erop. Ja, tuurlijk. Des te meer zou het beter zijn geweest als ze dat begeleiding... Nou, als er iemand zou zeggen van, je moet dat zo en zo en zo doen, dat zou toch makkelijker geweest zijn. Of iemand die een beetje afschermde en zei van, laat het 5 minuutjes doen. Nu is en het genoeg. Zijn, maar nu was dat zo van, natuurlijk, die pers, des te meer ik dat deed, des te liever had hij dat. Hè. Ja, want ik weet nog... Sensatie, en dat vinden ze dan, In het algemeen zat dat zo wel dat je geen moeilijke relatie had met de pers, maar inderdaad, dat je het een beetje zegt, zo'n beetje een verkeerde indruk, denk ik, van... En nadien is die relatie met de pers alleen maar beter en beter geworden, want ik had eigenlijk een heel goede relatie mee. Natuurlijk, die mensen knippen die beelden en die komen dan op een tv, terwijl dat die van de journalisten weten van dat dat zo niet was. Maar dat komt anders op tv en het publiek. Mensen maken er iets anders van, van wat het dat echt is. Dat gaat rap. Het jaar daarvoor zit het dan 15e. Is er een groot verschil in dopingcontroles eigenlijk, met dat je zo top 5 aan het rijden bent? Of is dat ongeveer hetzelfde dat je gecontroleerd wordt? Nee, dat is wel de laatste week. Dat laatste rust, ik denk dat je soms 2 tot 3 controles per dag had. Per dag? Dus op zich... Mai. Dat is wel serieus. Laatste week, morgens en 's avonds. En dan soms nog eens naar de koers. En hoe vroeg is dat dan, 's morgens? Vanaf 6 uur soms. En dat is altijd via urine dan, of hoe? Is dat urine of bloed. Ja. En dat is echt gewoon op de kamer door als ze staan te bonken dan, of totdat je wakker wordt. Een paar keer ruzie gehad, man. Kan ik al denken. Voor waar ruzie? Dat te vroeg was, of wat? Ja, de controleurs ook de laatste week toe, 6 uur, komen ze dan aan. Alle begrip voor, pas op. Maar daarvoor moet ik niet licht aansteken met een ploegmoot wakker maken, die pas om 8:30 moet opstaan. Dat vind ik zoiets van... Jammer, zoiets. En zij eisten dan wel dat je het licht aan deed. Ze kloppen dan aan en dan zeggen ze, kom mijn kleren aan doen, jongen, we moeten nu zien, doe het licht aan. Ik zeg, mijn kamer nog slap, dat gaat niet. Dit en, dus eigenlijk die jongen wakker maken, terwijl hij nog 2,5 uur kan slapen. Dat vind ik dan wel zoiets van, Nee, inderdaad. Maar zou het dan verschil maken, een uur of zo, van af te nemen, dat je iets wel of niet kunt vinden of zo? Want ik snap anders de reden helemaal niet. Ja, vroeger, ik weet niet wat dat nu zit, die reden, maar vroeger tussen 6 en, moet ik zien wat ik zeg, 10 s'avonds zeker, kon ze komen controleren. Oké. Okay. Het jaar nadien.
vraag me dan af dat je ook nog specifieker doel heeft naar die Tour. En qua begeleiding ook. Is de ploeg nog meer gefocust op dat doel? Want ja, je rijdt het jaar daarvoor elk vijfde. Mm-hmm. Is daar nog een verschil geweest van oké, we gaan nu echt voor dat podium gaan? Of wil je gewoon terug top 10, top 5 proberen te gaan? Nee, de ploeg heeft toen... Dat is mijn contract veranderd dan. En zij zei toen ook van kijk, voor ons stint alleen een Tour. Dat moet alleen goed zijn. Oké, dat was niet zo van u uit of zo dat dat moest... Enkel de toeren was ook wel meer de ploegleiding. Dat ja, de ploeg ook. En dat is dan ook wel jammer dat dan in de pers gezegd wordt. Hè, van andere koers is hem niet goed, terwijl hun doel was een Tour. Mm. Ja. Want dan en zij verwachten van mij dat ik daar goed was. Inderdaad, dat was dan zo de kritiek van ja, het is geen veelwinnaar en hij kiest enkel de Tour uit. Mm-hmm. Hoe kijk je daar nu zelf op terug? Had je zelf zoiets van, ik had me beter toch nog op kleinere koersen gefocust om af en toe eens een prijs te rijden? Of ben je blij dat je echt voor dat één groot doel meestal... Nee, ik ben er wel blij voor, want ik weet dat ik op andere koersen ook met een focus zit en altijd. Bij mij begon, in de media was dat niet zo, maar bij mij begon een Tour pas na Luik pas naar Luik. Mm-hmm. Ja. Of ik deed wel verkenningen of wat dan ook. Maar ik reed al die koersen voor het best mogelijke. Ja. En dan Luik ging de riemer even af en dan was voor mij alles voor de Tour. Dauphiné Tour en dat was het. Ja. Want dan Luik al die voorjaarskoersen, daar rijd je ook top 20. Hè? Dus het is niet dat je daar niet in vorm wordt of zo. Nee, maar ik wist van, dat gaat me nooit niet lukken om hier vooraan te rijden. Maar ik heb nog duizenden dingen proberen. Dat gaat, een trainer zei toch ook van, je hebt die dingen niet. Oké. Ja. En het zou jammer zijn om een tijd eraan te verspillen natuurlijk. Ja, zeker. Mm-hmm. Want in 2011 heb je dan ook je eerste profzege in de Dauphiné. Voelde dat als een bevrijding? Toch wel, ja. Een beetje een fuck you richting de pers of zo van... Je kan wel winnen of dat totaal niet? Specifiek, maar gewoon voor jezelf. Ja. Dat hij wel deugd om die overwinning te halen. Zo. Ja, want dat was ook wel tweede in Andalusia, denk ik ook nog. Dus dat was wel een heel goede voorbereiding eigenlijk. Zeker, ja. En ja, over de Dauphiné bijvoorbeeld. Van, ja, dan gaan we over 2012 even terug. Maar het en je kon echt goed bergop rijden, want brood met de Wiggins, pak brood met de Dauphiné, maar ik heb gezien dat je tijdrit, hij rijdt daar 2 minuten 20 van jou weg, met de proloog erbij, maar uiteindelijk ben je vierde op 2 minuten en 10. Dus ben je elke bergop beter als die mannen, wat eigenlijk het verschil ook was, in, ja, de jaren na, 2012 en zo meer, Team Sky is super bergop en zo, maar eigenlijk maken die mannen vaak het verschil in de tijdritten. Ja. Vond ik. Ah ja, als je daar nu op terugkijkt ook. Want ik denk, wat Dauphiné was dat een wedstrijd, dat ik tweede geweest zijn. Toen is Sky eigenlijk... De controle helemaal verloren de laatste rit. Mm-hmm. Dingen vond toen Dauphiné. Talensky. Ah ja, ja. Van Garmin. Ja, toen is de laatste rit alles op zijn kop gezet. En toen kon Team Sky niet meer mee. En toen stond iedereen er alleen voor. Mm-hmm. Was wel een plezant ritje toen. Ik wil zeggen. Want toen zei je zelf eigenlijk zo naar Team Sky gekeken. Want dat waren toen ook in jouw jaren de grote bazen van het peloton, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Vond je dat zelf ook? Voelde dat ook zo aan als van die mannen moeten komen? Ja, je wist dat gewoon, hè. Als die bergop gaan of wat dan ook, die pakken de controle. En voor mij was het op zich wel goed, mm-hmm. Want ik had ook wel graag een goed tempo, dus ik had het wel graag. Mm-hmm. Ja, het is misschien een beetje jammer dat je inderdaad van, ja, dat ze je ook nooit niet hebben laten rijden zo soms. Hè. Je wordt altijd mee, altijd constant, en ze hebben me ook altijd wat geviseerd misschien ook wel. Hè. Ja, je weet dat op een gegeven moment, als iemand zegt dat je vooraan gezeten hebt, gaan ze niet zomaar laten rijden. En dat is wel... Ja, dat wordt erbij en dat weet ik gewoon. Hè. Ja, want één keer ook een ploegmaat, denk ik. Is Gilbert is komen halen, want daar was ook veel over te doen toen. Dat was in 2011. Ja, dat was in zo'n switchen. Maar Bretagne was het. Ja, Bretagne, ja. Jij rijdt weg en hij komt iets. Maar dat was ook met zijn wanderjaar natuurlijk. Ja. Had toen ook geel gepakt in de opening van de Tour. Hoe kijkt hij daarop terug? Is daarover gesproken nog? Ja, dat wringt wel een beetje, want weet je, we zullen heel tijd die etappe kunnen winnen. Mm-hmm. Ja. Komt dat, ja, dat was, hij wou daar ook winnen. Dat was een beetje paniek, voetballen, dat hij, ik weet het niet. Maar het is natuurlijk jammer, want ik sprong eigenlijk weg voor hem in de zetel te zetten. Voilà, en hij panikeerde een beetje, denk. Was geen slechte situatie voor hem, zou ik dan toch denken. Maar. Ah nee, want ik had dus gewoon gehad, dus de rest moet het doen. Mm-hmm. De rest kon het niet. Ja, toen is hij achter mij gesprongen, ja, met gevolg van dien. En hij wint niet. Nee, Evans wint toen, denk ik. Voilà. Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Je was toen supergoed dat jaar 2011. We hebben het net al gezegd. Je had een heel goede voorbereiding. Maar die Tour, ja, gevalt dan daar in de ravijn. Mm-hmm. Herinner je dat, die val eigenlijk nog te goed? Hoe is dat toen eigenlijk gegaan? Dat was toen een rit. Ik stond, hè. Want ik zat toen heel de dag op mijn gemakje eigenlijk. En ik dacht van... En toen... op de berg zit de ploeg ook van... Ja, eigenlijk wat meer vooraan zitten, want dit en dat... Het wordt gevaarlijk, wat dat ook eigenlijk was, maar had ik toen eigenlijk van achter blijven zitten, wat ik zei, had er niks gebeurd. Mm-hmm. Maar plotseling, omdat ik aan het opschuiven was, was er zo'n massale val naar een bocht. Ik kon gewoon geen kanten meer uit.
En mijn ding was, ik zag aan de rechterkant wat gras. Ik weet het, als ik die kant uitga, ik val in dat gras, we staan recht en we zijn weg. Slechtste geval, hè. Want in het midden lag een berg renners, ze konden rond. Maar wat ik niet gezien heb, dat al dat gras naar ravijn was. Dat is in een milliseconde dat je zoiets beslist. Ja, je moet echt kiezen op welke kant ga ik uit. Ja. En ja, ik had dat gras in, maar dan ineens ging het te snel. En dat was eigenlijk, dat zag er precies uit als een soort bos. Mm-hmm. Maar eigenlijk was het naar ravijn die erop neer ging. Je zag er toen wel echt slecht uit, want ik herinner die foto's nog nadien ook in de krant. Zo echt lijkbleek en dan... Ja, weet je, ik kan me nooit niet dat gevoel van een klaplomp vond het toch maar raar. Zo, dat je geen adem meer kunt krijgen. Hmm. Ja, wat was de schade toen eigenlijk in het algemeen toen? Ik denk een paar ribben over. Ja. Een schouderblad, denk ik. Ja, ik denk ook dat dat was gebroken. En een klaplomp. Ja. Is dat je grootste gemiste kans uit je carrière? Ik denk het wel, ja. Had het toen, waren echt goed die toen? Ja, toen was ik echt. Ja, werd echt super, hè, ja. Tjutag. Voelde dat effectief zo van, dat je beter zei als het jaar ervoor of zo? Kun je dat voelen of zo? Ja, het ging allemaal zo gemakkelijk. En er waren ook veel favorieten die er niet waren dat jaar. Mm-hmm. Ik denk dat Wiggins zo'n uitgeval was in Dauphiné of zoiets, noem maar op. Mm-hmm. Dus dat was zo een beetje van, en ik had echt het gevoel, heel de dag reed ik echt op mijn gemakje. Ik moest bij mij van spreken niet ademen, dat ging echt goed. En dan, just een dag voor de rust, dat gebeurt deze, ja. Ja. En hoe gaat het daar dan mee om? Is dat dan een zwart gat dat je valt als je thuis bent? Ja, want ik heb een tijdje in het ziekenhuis in Frankrijk gelegen. Daar hebben ze me naar huis gebracht, met een ambulance. En dan denk dat je dan thuis komt, vallen ze wel alleen en dan... Dan komt het beseffen. Dan komt het beseffen wel en dan kijk ik dan tv en dan denk ik van... Ja, het is ook, als je dan inderdaad minder waard, het is altijd erg dat je valt, maar omdat je net zo goed waard en alles ging goed, is het natuurlijk dubbel zo ja, erg. Ja, en je weet dan ook die man die vooral meedoet, dat wisten we, die kan ik eigenlijk wel aan. Ja. Want dan is dat wel een beetje... Ja. Zonde, ja. Kan zeker. Ja, want het gaat er eigenlijk nog altijd een beetje soms zo wat laag in, maar je hebt echt wel bij de toprenners gezeten eigenlijk, als je het overloopt. Je bent Nibali van nu, van de Froome, van de Wiggins. Dat zijn echt wel topprestaties. Ja, als ik dan nu terugkijk en ik zie die uitslagen en zo, dan denk ik ook van, juist, stond dat wel eens gewoon tussen. Ja, denk ik wel. Want hoe kijk je nu bijvoorbeeld naar zo'n brood? Oké, dat is niet iemand van jouw niveau, ik zeg, maar brood een Pots of Vivo. Die is nog een jaar ouder als u, die rijdt nu nog mee in de Giro. Wat denk je daar eigenlijk over? Van, hoe is dat nog mooi dat hij op deel heeft dat nog mee kan? Het ding is ook, die mannen, dat is het verschil bij ons. Als wij bergop goed zijn, wij moeten altijd naar het buitenland. Die mannen wonen gewoon in de bergen, dus die trainen thuis elke dag goed. Mm-hmm. Dan moet je altijd ergens naartoe om goed te kunnen trainen. Dat is waar. Want hier gaan trainen, ja, dan word je er niet beter van. Dus dat is het probleem van ons. Of we moeten in het buitenland gaan wonen, of we moeten altijd naar kinderen gaan. Ja, dat is waar. En dat was in mijn tijd ook minder als ze in het buitenland gingen wonen. Waar bijna nu iedereen kinder woont. Toen in mijn tijd was dat niet. En dan zitten we alleen en dan is het wel een moeilijke. Mm-hmm. Maar had je dan... Af en toe ging je wel in het buitenland voor te trainen zeker. En hoeveel periode was het dan? Of? Well, meestal een week of twee, drie en dan kwam ik wel terug. Ja. Want ik heb lang overwogen in het buitenland te gaan wonen, maar dan dacht ik ook van helemaal alleen en je zit daar. En mm-hmm. Dat is toch ook niet goed. Nee, daar kan ik wel in komen. Even iets anders. Je stond op een gegeven moment ook op de radar van de UCI. Je werd geviseerd als een van de meeste geviseerde renners op de dopinglijst. Stond ineens in de krant. Waren daarvan geschrokken dat ineens nieuws was? Ja, maar ik weet ook niet van wat dat kwam eigenlijk destijds. Dus ik weet wel dat ik van nature iemand was en hoog iemand de krediet had. En dat was in die tijd dat het allemaal zo'n beetje... Ja. Dus ja, ik wist dat wel, want ik had al veel controles en zo. Dus op zich... Maar zat daar een limiet op iemand de krediet? Ja. Ah, toch? Oké. Ja. Want ik heb dat persoonlijk ook van nature. Ik heb dat ook blij waar, maar... Ja, ik weet niet wat dat speciaal is, maar... Stel dat je nu zo... Je bent dan uiteindelijk eigenlijk derde geworden, hè? In de Tour. Dat is je hoogste haalbare plaats, maar je waart dan geen derde. Het is omdat iemand geschorst is. Spring je dan een gat in de lucht? Of doet dat iets met u? Of denk je van, ja, weet je, dat is voorbij. Derde, vierde, vijfde, het maakt niet uit. Eigenlijk niet. Het stond op het papier, ja. Maar voor de rest hadden er weinig aan. En dan is het wel jammer, natuurlijk. Ja. Ja, ik denk ook wel, als je daar nu op terugkijkt, je wilt op dat podium staan dan ook, hè. Ja, daarom wil je foto hebben, je wilt aan die herkenning, hè. Ja, absoluut. Deze manier is het inderdaad zeer, zeer jammer. Want in een tijd eigenlijk, ja, misschien nog even zo terug te gaan naar 2009, 2010, toen Armstrong erbij reed en zo, was dat toen ook nog altijd dat de patroon was, of was dat al helemaal niet meer? Jawel. Toch? Ja. Want bij Radio Shack was dat zo, of ja, samen komt dat hork in die ploeg, dat moet toch enorm raar zijn geweest. Dat wel, maar ik denk nog altijd dat hij de man was. Pas op, hij had al 7 keer een Tour gewonnen. Dus, ja, inderdaad. Ja. Want
je hebt daar nog even mee gereden toen ook, hè? Hmm. Was dat was een sympathieke mens? Of, ja, ja, die kwam altijd iets zeggen, altijd goede dag, altijd tips geven of wat dan ook. En dat was echt voor mij wel... Ja. Maar echt, echt mee gekoest of zo, heb je daar niet vaak gedaan? Op stage misschien of zo? Of toen ik bij hem prof was, bedoelde. Ja, ja. Nu een paar koersen, maar voor de rest stages. Hè. In de winterstages en dan voor de rest een koers of 3-4 misschien totaal, zoiets. Ja, oké. Okay. Want dat is natuurlijk wel ja, verschillende ploegen eigenlijk. Als je daar aan bijrijdt, ja, dat bergop rijden, daar zal dat wel een pak meer gefocust zijn daar dan tegenover Lotto. Ja, dus daarom zijn er wel een beetje die ervaringen van hoe te trainen, wat te doen, noem maar op. Dus, dat was een groot verschil. Ja. Denk je dat je in een andere ploeg een hoger resultaat had behaald? Goh, dat is een moeilijke vraag. Nou, dat is een moeilijke vraag, een kutvraag misschien, maar... Ik wou ze toch stellen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Ik heb er ook al dikwijls over nagedacht, hè, maar ik weet het niet. Ja, die mannen van Vrotos, voor Vlaanderen ook, van Wart van Hoofd, die voorlezende podcast, die denkt ook altijd na van, ja, als ik nu bijvoorbeeld bij Ineos rij, wat zou het verschil maken tegenover Tos voor Vlaanderen en Ineos? Ja, je kunt dat niet weten, hè. Dat zal sowieso verschil maken, maar Lotto, pas op. Ik denk wel dat ze professioneel genoeg waren bij jou. Dus. Ja, maar op dat vlak denk ik, als ik me bij Ineos had gereden of noem maar op, ik weet het niet, had misschien wel een groot verschil. Ja, toch wel, ja, inderdaad. Ik denk er misschien toch wel eens over. Goed, 2012, opnieuw, supergoed voorjaar. Hè. Derde in Catalonia, vijfde weer in de Dauphiné. Koers lag je echt wel, Dauphiné. Mm. We waren toen eigenlijk out of revanche voor die Tour. Zoiets van, vorig jaar is de droom afgepakt, deze jaar gaan we een lap opgeven. Ja, een beetje wel. Om te laten zien dat we dus een 10 geen toevalstreffer was. Dat ik dat echt wel kon. Oké. Okay. En dan naar vierde plek, hè. Opnieuw gewoon bevestigen, opnieuw met de beste naar boven. Ik denk dat Wiggins de Tour wint, Froome 2, Nibali 3 en jij 4. Ja, straffe kost wel eigenlijk. Hè. Ja, dus ik denk dat een van de laatste bergritten waar we aan het vechten voor die derde plaats. Ik heb nog een paar keer geprobeerd voor aan te vallen, maar ja, ik kreeg hem toch niet gelost. Je weet ook van, die gaan niet zomaar los aan Nibali. Ik moest dan redelijk gaan dichtrijden, denk ik. Ik was 2 minuten of zo. Ja. Dus ik denk, die Tour was voor mij, ik heb hem nergens laten liggen, denk ik. Nee. Sommige Tours denken van, gee, dat of dat. Want daar heb ik echt geen, ik denk van, nee. Wat me wel opvalt eigenlijk in die Tour is ook van terugkijken naar tijdrijden eigenlijk. Daar verlies je opvallend veel, vind ik, tegenover het klimmen dan, bij de echte toppers. Hè. Ah ja, als je daarover nakijkt, ik heb het hier even opgeschreven, denk je ongeveer in totaal een 7 minuten verlies tegenover Wiggins. Maar dat is, dat is meer dan 100 kilometer tijd. Dat is een redelijk lange tijd. Ja, dat, is echt, ja dat bestaat nu niet meer, die tijd. Ja. Eigenlijk zou het nu, was het nu beter misschien voor u om... Om de Tour te rijden. Ja, meestal lag het allemaal wel op zijn plaats in die tijd. Dus dat was nu niet het. Maar natuurlijk tegenover Wiggins, maar de machine natuurlijk. Voilà, die reed alles kapot in die tijd. Dat was samen met Froome Verret de meeste tijd, beste tijd. En dan begint een beetje de pech hè, in de Tour. Ja. Het jaar nadien vallen. Het jaar nadien 3 keer vallen. En een bacteriële infectie. Hoe ging het daarmee om? Was dat... Echt een heel moeilijke, zware periode. Ja, dat was het echt 2 keer na elkaar ook tegensteekt. Ja, in 13 ook, dat was echt zoiets van... De dingen doorgekomen. Dat is ook zeg, Sardinië of was auto gestart? Ik weet niet meer, een eilandje daar in Frankrijk. Of was auto gestart? De Sart of zo? Nee. Ja, in een bijland daar in Zuid-Frankrijk ook al direct opkomen. De Corsica daar juist. Ja, Corsica. Ja. Maar daar ook eigenlijk heel gevaarlijk en goed doorgekomen. Ik dacht van ja, we zijn vertrokken. En dan ploegtijdrit in Nice was eigenlijk goed voor ons. Dus we waren echt in een goede flow vertrokken. Mm-hmm. En dan die massasprint, ja. Je zit daar voor u zeggen een seconde te verliezen, maar ook niet echt mee te sprinten. Maar ja, je moet een beetje mee, want dat is gelost. En dan voor mij denk ik, Bohani die knalt er bonkopje in op en ik kan gewoon meer weg. En eigenlijk vol op mijn knie gegaan en daar is eigenlijk mijn serie begonnen. Mm-hmm. Want hebben we dat echt gevoeld dan ook, het jaar daarna, van die blessure, dat je echt impact gaat? Of? Ja, ik voelde wel, voor terug te komen was heel moeilijk. Het jaar daarop voelde direct van die koersen, ging die van, niet direct goed. Veel spieren bijgekweekt wat normaal niet mag, maar ja, met de revalidatie veel andere oefeningen gedaan. En ons gewicht bijgewonnen en dat was voor niet echt het goede. Ja. Want ik kan me ook wel voorstellen, denk ik, zeker als je zo ouder wint te worden, ook, dat je het op scherp stellen van jezelf, dat dat moeilijker wordt. Ja, wel zeker toen ook gevoelde van, ik vind dat ritme precies niet meer bergop. Mm-hmm. Dus ik heb dat nu vorig jaar tegen niemand gezegd, maar ja, even een poel in die Giro ook gezien, want op een gegeven moment is het ook op. Mm-hmm. Tegen bepaalde mensen ook gezegd van, kijk, dat gaat gebeuren, dat gaat geen week volhouden, want die is op van die revalidatie.
Ik kon natuurlijk moeilijk in de media gaan zeggen, want ja, het is de renner van België op die moment, maar ik wist hoe dat voelde om terug te komen en dan in een grote ronde plots proberen mee te doen. Dat is niet simpel. Nee, oké. Want je dreef je lichaam zo ver te revalideren, ja. Om dan plots te denken, van, in de koers gaat dat ook, dat is toch een moeilijke, hè. Die val in die ravijn, heeft dat eigenlijk lang meegespeeld in het dalen nadien? Of? Ja, dat toch een goed jaar meegespeeld. Het effectief niet meer durven dalen? Of ja, af? Als het regende, dan was ik echt... Oké. Ja, je ziet er nu ook wel af en toe zo eens een keer ja, dat er renners zijn die minder risico's durven nemen. Heb je dan ook het gevoel van, oké, mannen, wat ga je hier aan het doen zijn? Nee, pas, even want. Ja, ik heb dus zelfs een paar keer paniek aanvallen gehad in de afdaling. Oh, amai, dat is wel dus heel soms gevaarlijk. Kun je beter crashen en meer weten, maar ik wist daar nog alles van in die vallen en dat bleef zo wel een beetje in mijn hoofd spelen. Ja. Dus tijdens dat kantaal waard zo, ja, dat je dacht van, als ik hier nu nog eens een keer... Ja. En is dat dan met een mental coach of zo dat je dat overkomt? Of ja? Met een mental coach hebben we dan eigenlijk zo wat therapieën gedaan dat ik dat wel een beetje vergeten ben en dat het wel een pak beter ging. Ja, oké. Okay. Want 2014 vallen dan 3 keer. Ja, dat was. Is dat pech? Is dat niet goed genoeg zijn op die moment dat je erdoor zit? Of ik weet dat niet. Waar is dat dan? Want 3 keer is veel natuurlijk. Ja, is dat gestresseerd zijn om het echt goed te willen doen? Ik weet het niet, want dat was toen in Engeland, dat lijkt hier, dat weet ik nog. Is Thomas Prinsjes dat lijkt hier, je denkt, maar alleen nu weet dat niet. Ja. En nooit niks erg of zo, hè? Maar ik dacht van, allee, man, dat kan ik toch niet? Ja, en een bacteriële infectie, maar je rijdt de Tour wel uit. Ja, maar ook gevoeld van dat er... Het vet was van... ja, gevoeld dat overal die bergritten was meer spartelen dan klimmen en ja. Ja. Maar ook veel te ver gegaan in de revalidatie, terug worden afvallen, veel te veel afgevallen en ik denk dat er... Ja, een cyclus is wel geneerd gerokt zeker, op een gegeven moment. Was toen voor u zo dat Tour-verhaal... afgelopen? Of ging je altijd wel met focus naar het volgend jaar? Ik had hem 1 of 2 keer goed gereden en dan gezegd van, ik had hem ooit nog eens graag gereden zonder stress en dan gezegd van, nu is het goed geweest. Dat is nooit niet gelukt. Ja, ik denk ook wel als je eenmaal die status hebt, dat moeilijker is. Hè. Ja. Is iedereen kent jou dan. Ja, want ja, nadien mocht hem niet meer rijden of hebben beslist om niet meer te rijden. Hoe is dat gegaan? Was dat een beslissing van de ploeg of was dat een beslissing van uzelf? Dat je niet meer... Van de ploeg mocht ik niet meer rijden toen. Okay. Welk jaar zit het nu eigenlijk? Want 2015. Oké, okay. Dat was eigenlijk het jaar nadat hem 3 keer was gevallen in zijn bacteriële infectie, het jaar nadien. En dan heeft de ploeg zelf dan beslist om je niet te laten starten. En was dat voor u een beslissing waar je mee kon leven? Of waren er wel vanaf dat voorjaar ook weer terug val van je Tour aan het leven? Nee, want ik wist van na de Tour 14 van... ik kan niet... Allee, het zal niet meer bij deze ploeg zijn. Nee, eigenlijk. Het was zo'n beetje strubbelingen na de Tour van 14. Dus, of niet, na de 13. Dan toen van 13 begon eigenlijk een beetje de miserie al in de ploeg. En 14, 15 doorsparteld. En dan heb ik gezegd van... Oké. Okay. Miserie omdat je met die pech en zo, maar het resultaat toen niet kwam? Ja, ik had toen... dan moet ik zien wat ik zeg, wat jaar. Ik denk dat ik toen nog 2 jaar contract had bij de ploeg. En na mijn val... Eigenlijk in plaats van te vragen van hoe is het met u, hebben ze eigenlijk direct gezegd van ja, je verdient te veel. Met een contract je moet inleveren en dit en dat. En toen heb ik ook gezegd van ja, krijg ik eerst de kans om... te revalideren en te bewijzen dat ik nog kan of niet kan en dan zien we wel. Ja. Ik zeg maar, ik heb toen 4 jaar getekend omdat zij effectief wollen omdat anders de ploeg stopte, want het zijn geen UCI-punten. Ja, ah, toen ook al. Ja, ik heb in 2011 heb ik toen getekend en dat jaar had ik juist heel veel UCI-punten. Ja, ja, ja. En toen was het bij mij de belofte dat ik in Gilbert bleef, maar Gilbert ging dus weg en dat wist ik niet. Okay. Dus ik was de enige met veel punten. Mm-hmm. Dus dan had ik toen op een ander getekend. Ja. Had de ploeg niet die dingen gehad, die status van ProTour, of was dat toen? Mm-hmm. Ja, ja. Want die punten die spelen toen ook nog altijd heel belangrijk mee. Toen wel, maar zij hebben toen aangedrongen om 4 jaar te tekenen en dan het weer komen ze erop terug. Ja, vond ik ook zoiets van, ja, mag dat eerst bewijzen dat ik kan terugkomen of niet? Mm-hmm. Want je werd in dat jaar al wel Belgisch kampioen tijdrijden. Ja, daar waren ze niet gelukkig mee. Nee, was dat... dat was ook op gramschap, denk ik. Hè. Ja. Dat zei je ook gewoon in dat interview, maar je deed dan ook een minuut weg of zo van de rest. Dat was echt wel... Was dat op voorhand iets waar je op gebrand werd? Dat je ook dacht van, ik ga hier winnen vandaag, ja? Dat parcours kreeg ik op mijn kop. Dan had ik zoveel keer achter een brommel gereden dat ik die bochten gewoon vol een bak kon pakken. Dat was voor mij zoiets van... Dat was ook een totaal vlak parcours, dacht ik. Hè? Ja. Dat was een molpostel. Ja, dat was wel schitterend dat ze dan beslissen. Ik rijd geen Tour, maar dat jaar gaat het dan wel nog eens Belgisch kampioen tijdrijden even worden. Dat is wel een mooi statement van, zit er nog in, voilà. Ja, ja. Ik vond het gewoon jammer de manier waarop alles verlopen is. Ja. Ik denk ook wel als zo, die soort mentaliteitswijziging, dat tegenover de tijden van nu dan, dat ik denk dat we het zo'n verhaal, ik denk dat er heel veel betere communicatie is nu tussen de ploegen en tussen de renners ook. Nou, ik denk dat zoiets ook niet meer gaat te zien gaat zijn. Ja, het menselijke aspect is denk ik wel wat belangrijker. Als je de vijver met Bennett het verhaal hoort. Ja,
dan denk je ook weer van, maar dan spreek je misschien dan weer over ja, generatie mannen. Ja, dan kies je uiteindelijk voor Katusha nog te gaan. Mm-hmm. Ja, dat is wel... Inderdaad, waarom? Want dat is toch een heel ander... Dat was eigenlijk omdat de hele omkadering, de omkadering was van Brugger bij US Postal, in Discovery. Okay. Van personeel, noem maar op, de meeste mensen zaten daar en ik dacht van, en die mensen daarmee gebeld en ik dacht van, verdomme, ja, dat is wel leuk zijn om terug met die mensen. Dirk de Mallen, zo zeker was dat vanaf. Ja. Oké. Okay. Was het een groot verschil met een Belgische ploeg op die moment? Of? Dat wel, maar dat voelde wel een beetje als thuiskomen. Oké, okay, ja. Natuurlijk, het probleem was toen ook dat er ook wel veranderingen op komst waren, dan meen ik dat ik al een jaar gereden heb. Mm-hmm. Heel veel veranderingen op komst, die konden geen zekerheden meer geven aan hun centen en wat was het allemaal, dus dat was wel een beetje jammer. Mm-hmm. Oké. Okay. En dan afsluiten bij Jumbo, maar wel van kopman zijn er altijd geweest naar een meer dienende rol. Was dat voor u een moeilijke aanpassing? Of? Goh, mentaal nee, want ik had zoiets van ik ga dat doen, maar in de koers was dat toch wel moeilijker om hem te laten lossen op momenten dat dat vroeger niet was en noem maar op. En daar heb ik toch wel lastig mee gehad. Mm. En ik voelde toen al ook zo'n beetje in de winter van ik heb het er moeilijk mee om op stage te gaan, noem maar op. Het begint lastiger te worden. En toen heb ik ook... voor het seizoen begon, beslist van kijk, met 2 jaar contract, ik wil er maar 1 jaar van maken en dan stop ermee na deze jaar. Achteraf heb ik wel momenten dat ik dacht van ik ga verder, maar ja, ik heb toen de beslissing genomen. En... Ja, want op zich vond ik dat laatste jaar, oké, je redt niet echt uitslagen ofzo, maar je deed wel je werk, je werd wel te zien, vond ik gewoon op televisie. Dat ik vond het wel leuk om zo de koersen ook. Ik denk dat wij toen wel de pech hadden in die Giro dat Steven Kruiswijk toen ziek naar huis gegaan is. Dat ook een beetje tegensloeg en dat er zo ook een beetje van alles en nog wat was. Mm-hmm. Dus dat was wel spijtig toen natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik had nog een kijkersvraag en die is eigenlijk van mezelf. wanneer dat je beste dag ooit op de fiets was? Oei. Is dat een vraag dat je op kunt antwoorden? Of, en anders heb ik nog een andere dat ik wil stellen. Oh, dat is een moeilijke. Misschien echt niet een momentopname eerder. Misschien een periode dan. Toen 2010 was wel een paar dagen dat ik echt zoiets had van, specifiek kan ik niet meer zeggen van. Ja. En dan, van die kasseirit van 2010, want dit was een van de eerste stappen. Dat is wel straf. Ik ben blij dat we terugkomen, ik vind dat echt strafder zo, ja, die klassementsrijders gewoon bij de besten op de kassei waren. Ja. Want jij was er ook bij de top 10. Ja, was wel plezant ook. Mm-hmm. Vond jij dat plezant eigenlijk zo'n kasseirit in de Tour? Want er is zo heel veel kritiek opgekomen, ja, van, moet dat erbij, moet dat er niet bij? In 2014 denk ik, hebben we die ook eens gedaan met een gietende regen. Ja. Nee, of 13? Nee. Met Boom toen, of? Ja, toen met Boom. Ja. Ja. Of toen ook wel... Dat was ook een stevige kasseirit, maar dat is wel echt... Die momenten, dat zie je de koers hebben graag. Het van de koers. Ik vind dat mag erbij worden. Dat je er ook bij van de regen, dat, zo, dat geeft toch altijd... Met die koers van Guthrie zonder iets te zien. Op een gegeven moment, je ziet niks meer, mijn bril moet af en er is een slijk in mijn ogen gekomen en ik zag gewoon niks meer. Want jij begint dat te wrijven, dat wordt nog erger. Mm-hmm. En toen heb ik zelfs zelfs gedacht van Alexander als die kon starten. Door uw ogen of vuil? Ja, ik zeg s'avonds niks meer. Amai. Als je echt continu spoelig wist dat vuil eruit te krijgen en zo, dat was echt... De kurk in uw ogen hebben is nog erger, hè. Dus. ja, en dan nog een laatste vraag misschien. De strafste waar je ooit tegen fiets hebt, of het strafste nummer dat je iemand hebt zien opvoeren, dat je denkt van dat was echt de strafste coureur dat ik mee samen heb gereden of tegen heb gekoerst. Contador, dat was wel meestal één in. Nog wel een stevige nummer geschoon opvoeren en dat was wel impressionant bergop ook dus. Ja. Want hoe was dat voor u eigenlijk altijd? Want ja, Contador kennen we inderdaad als een springveer. Mm-hmm. Jij moest meer hebben van het gelijke tempo. Vond je dat ergerlijk eigenlijk? Mocht je altijd zo die demarrage plaatsen van ja, kei, hard aangaan? Nee, maar ik wist dat ik ben dan niet meer zo vastpinnen en niet meer meespringen en met mijn eigen tempo. En soms kom ik wel eens terug ook. Mm-hmm. Ja, ja. Dus zo'n beetje stil viel, dus dat geluk had ik wel. Mm. Maar dan is het natuurlijk altijd, als stil viel, af en toe geprobeerd, maar echt dan reageren ze ook altijd direct, hè? Ja, echt, die punch had ik niet, denk ik. In 2010 ook, die eerste bergrit, ik weet niet meer wat het was, hè. Was toen rustig ook, boven. Heb ik in de laatste kilometer ook geprobeerd, maar ik heb gewoon die punch niet. En dan zie je ook van, op die moment denk ik, demareer. En dan zie je op tv terug en dan is het precies gewoon een beetje versnellen. Dan denk ik ook van, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ja, ja. Okay. Ja, ik vind het wel straf.
Goed. Ik denk dat we mijn vraag is dan op. Ja. Ik weet niet dat jij nog... Ja, ik kan nog wel uren. Ja, tuurlijk. Ik denk dat het wel interessant zou zijn, maar ik kan ook niet direct een vraag meer verzinnen. Dus ik denk dat we ermee stoppen. We hebben toch langer dan een uur kunnen praten. En ik denk dat Jurgen ook wel waarschijnlijk nog andere dingen te doen heeft. Jurgen, ik ben echt blij dat je bent gekomen. Het is echt super om je hier te hebben. En het was interessant. Dikke merci. Ik hoop dat je het ook wel leuk vond. Ja, geen probleem. Het was heel plezant. Voilà, merci, fijn. Heel fijn. Dan hoop ik ook dat de kijker het leuk vond. En dat hem op zeker al op vind ik leuk drukt. En op de abonneerknop, zodat we nog wat meer... toppers van de profs of ex-profs die hier kunnen halen. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Tot dan. Ciao.